geef nooit op. Een bekende kreet die in de MMA niet altijd opgaat. Soms heb je geen keus. Het is opgeven of je enkel breken. Vooral de worstelaars maken hier een kunst van. Daarom kijken we vandaag naar de top 5 submissions uit Bellator. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal voor nog meer video's van Spike. We beginnen met Benson Henderson tegen Roger Huerta. Even oud, even lang en bijna even zwaar. Henderson start goed met een harde trap. Huerta heeft weinig in te brengen dit gevecht en verliest het nodige bloed. In de tweede ronde gaat Huerta snel neer. En dan lijkt het wel over. Huerta probeert Henderson nog aan de kant te duwen, maar graaft zijn eigen graf. Henderson krijgt hem in een lok en Huerta weet dat het voorbij is. Op 4, Adam Piccolotti tegen Carrington Banks. Een mooi gevecht waarin Piccolotti de betere is. Banks houdt het meerdere malen net aan vol. Ook in de derde ronde blijft Banks het volhouden, ondanks vele locks. Maar 20 seconden voor het eind van het gevecht moet hij zich toch gewonnen geven. Op 3, Rafael Lovato Jr. tegen Gerald Harris. Harris is naast MMA-vechter ook nog stand-up comedian. Alleen valt er in dit gevecht niet veel te lachen voor hem. Zodra Lovato hem in een lock heeft, is het een kwestie van afwachten. Het is voor Harris opgeven of zijn arm breken. Op 2 staat Baby Slice tegen Devin Brock. In het begin lijken de twee vooral aan het schaduwboksen te zijn. Maar als Brock neergaat, ziet de zoon van Kimbo Slice zijn kans schoon. Eerst een paar flinke klappen en eenmaal in de lok weet hij het gevecht te winnen. Slice is doing the right thing. Sit back for that choke. He's got a good chance. Look at what he's doing. It's over. Op 1, een Brits onder onsje. Aaron Chalmers, bekend van Geordie Shore, tegen Ash Griffiths. Griffiths duikt er direct op, zonder al te veel succes. Chalmers laat zien dat de switch van realityster naar professioneel MMA-vechter geen verkeerde is. Met een guillotine choke maakt hij op indrukwekkende wijze een eind aan het gevecht. Welke submission hield jou het meest in de greep? Laat het in een reactie weten. En abonneer je op ons kanaal voor nog meer video's van Spike. Tot volgende week. This is Bellator MMA.